Via een koophuis. Ja, ik en mijn ex-man, toen we nog bij elkaar waren, hadden we een koophuis gekocht. We hadden eerst gewoon een huurhuis. We hadden dus van, even gaan kopen. We werken al twee. En mijn man kwam zonder werk te zitten. En dan vreet je huis maar op. Ik had een vaste baan, mijn man niet. En dan zei ze, ja, jouw vrouw heeft een vaste baan. Daar moet je maar op leven. We hebben ruim een jaar gedaan, zijn met de schuldhulpverlening geweest. Die hebben ons geholpen aan deze huis. Maar wel achter de feiten aan. De gevolgen van dien. Ja, in feite iedereen die onder een bepaalde inkomensgrens zit. En dat is €200 per maand voor één persoon. Dus dat zijn echt mensen die het heel krap hebben. Mijn ervaring is, als je een uitkering hebt, bijvoorbeeld van de bijstandswet of een uitkering van het UWV of zo, dan zit je al boven die grens. In wezen komt er op neer de mensen die het alleen met behoorlijke schulden zitten, dat die onder de inkomensgrens komen. En dus daarmee ook onze klant kunnen worden. Maar we weten dat er meer mensen moeten zijn die onder die inkomensgrens zitten. Maar we krijgen ze niet boven water en dat is jammer eigenlijk. Ja, ik kwam daar voor de eerste keer binnen. Ik was kei bang en schaamte heb ik nou nog. En de mensen daar hielpen me heel erg goed, want dan zit je daar en dan kijk je rond. En dan zie je mensen, dan kom je mensen en denken, jij hier? Ja,